Na een vlotte tegenaanval wordt de bal achteruitgelegd op Van der Brent. Die aarzelt niet en trapt de 1-0 mooi binnen. Weer naar de overkant dan. De bal raakt niet echt weg uit de Mechelse verdediging en komt bij Van Ooyen. Die krult een mooi richting doel, maar Knipping pakt uit met een goede save. Opnieuw een corner dan voor de bezoekers. Van de Gevel kan knallen op de hand van een verdediger. Ze claimen dan ook een penalty. Achteraf wordt er wel niet geklaagd over deze fase. Ik snap dat de jongens van ons het proberen te claimen. Alleen, als je zo je schiet zo snel of zo hard en je doet zo. Je hebt je hand, volgens mij had hij hem gewoon hier. Ja, als je hem geeft, dan is het fijn voor ons. Maar ik snap dat hij hem niet geeft. Nog één keer groen-wit aan voor de rust. Een doorgekopte bal komt bij Van der Brent. Die vindt ruimte om te schieten, maar knalt net naast. Rusten doen we bij 1-0. Na de pauze begint Racing scherp en zoeken ze meteen een tweede treffer. De plaatsbal van Van der Brent wordt gered door De Larbre. Ook in de rebound redt hij knap op de poging van Versteven. Opnieuw de thuisploeg. Heijvaart onderschept de bal en vindt Laurijs. Die staat oog in oog met De Larbre, maar krijgt de bal niet voorbij de goalie. Racing is niet efficiënt in de afwerking. Ja, inderdaad. We hadden kansen genoeg. Goed van ons ook dat we kansen bleven creëren, maar toch jammer dat we niet sneller scoren. Want dat zou ons de match nog gemakkelijker gemaakt hebben. Maar even later wordt het wat gemakkelijker voor Mechelen. Van der Brent zet voor, Versteven maait over de bal, maar Carré schuift de bal proper binnen. Wezel reageert vrijwel meteen. Bolle geeft een lage voorzet. De verdediging van Racing ziet er niet geweldig uit. En Van de Gevel tikt de aansluitingstreffer binnen. Nog een keertje Wezel in het slot. Een verre inworp blijft hangen en valt Pardoes voor de voeten van Liefting. Die knalt hoog over. Na een knap begin van het seizoen blijft Wezel nu achter met 1 op 9. Al is er nog geen reden voor paniek. Er zijn best wel veel nieuwe jongens. We moeten allemaal nog wennen aan elkaar. Ik zelf ben hier nu pas, dit is pas mijn tweede wedstrijd. Dus ook tegen twee goede tegenstanders gespeeld in de laatste twee wedstrijden. Dus geen reden tot paniek. Alleen we moeten nu wel zorgen dat we gewoon zaterdag er weer staan. Een heel ander verhaal bij Racing Mechelen. Zij zijn met 13 op 15 de vierde leider in de stand. Ja, absoluut. Bijna perfect rapport. Match per match en proberen elke wedstrijd te winnen.